We zijn hier in de Sparrally. Zelf rijden we niet, want Kurt is geopereerd, heeft een nieuwe heup gekregen. En de dokter zei dat het te vroeg was voor hier al aan de start te staan. Dus hebben we wijs besloten van dat niet te doen. Maar we hebben toch geluk dat we toch twee kameraden aan de start hebben. We hebben de eer om Mardoué, die met de Degro Porsche zit. En ook de eer om Jochen Klaroot, die zijn eerste wedstrijd gaat rijden dit jaar. Het is een beetje stress voor mij ook, omdat we manager zijn. Een beetje alles proberen in goede banen te leiden. Een beetje te kijken welke banden en zo dat mama gaan doen. We hopen dat het weer een beetje overblijft, want met regenweer en in het donker zal het uiteraard niet gemakkelijk zijn. Dus en voorzichtig te starten, het is de eerste rally van het seizoen, we hebben nog niet gaan testen of gedaan, dus het zal weer een beetje aanvoelen zijn en plezier maken en dan morgen zien waar dat we staan en wat we kunnen doen, denk ik. Niet op ons gemak in een auto, er was ook een hele scherpe benzinegeur. Uiteindelijk tevreden, we zijn hier, het is vrijdagavond, we zijn hier geraakt. Ik zou dat ik leuk vind, moesten we minimum toch met Mark Duwe de hele dag kunnen strijden en de strijd wat aangaan. Het start nu, hè. We hebben alleen 4 proeven gedaan, maar het start morgen vroeg. En het zal een heel lange dag zijn morgen. Zo, het is heel belangrijk een topwagen te behouden. En we zullen zien met misschien een andere weer als vandaag. Het is oorlog en het is heel moeilijk, veel water, veel onverhard en voor een Porsche met zo brede banden, het is geen voordeel. So, we zijn tevreden hier te zijn en we zullen doorgaan zonder te veel risico te nemen. We rijden op een heel rustig tempo en we zien ons flink en de tijden vallen mee.
juist vanavond in het donker en regen zal het niet zo makkelijk worden. Maar we zien wel, we gaan proberen ons steek te blijven rijden en we zien wel waar we uitkomen. En Peter, op, Ongelooflijk, het weer was ongelooflijk slecht. Hansendag, regen, regen, regen. En we weten allemaal, dit weer voor de Porsche is absoluut niet wat het moet zijn. Dus vooral een grote dank aan de mechaniekers, want tenslotte in die omstandigheden aan de wagen werken en zo is zeker niet plezant. En al bij al mogen we toch zeggen dat we wel tevreden zijn. Oh ja.